Suriname gaat door met het AstraZeneca-vaccin. Dit haalde minister Umar Ramadien van Volksgezondheid vandaag aan bij de launch van de COVID-19-vaccinatiecampagne bij het BOG. De bewindsman geeft aan dat de WHO, het Caribisch Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, CARPA, en ons Technisch Adviescommissie het ministerie hebben geadviseerd om niet te stoppen met het COVID-19-AstraZeneca-vaccin. In het buitenland hebben enkele mensen trombose opgelopen na te zijn gevaccineerd met dit vaccin. Ramadien haalt aan dat het verband tussen de bijwerkingen en het AstraZeneca-vaccin nog niet is vastgesteld. Dat wij uiteraard ruimte willen geven aan de WHO en alle andere experts om het onderzoek voor te zetten. Maar ik wil even hier zeggen, iedereen weet het waarschijnlijk, dat trombose veel meer oorzaken heeft dan zoals nu gesteld wordt dat het gelinkt is aan het AstraZeneca vaccin. Roken, de pil, niet bewegen, dat zijn allemaal bekende oorzaken voor trombose. Dus het is belangrijk van de 30 gevallen die gerapporteerd zijn op de 15 miljoen doses en meer van AstraZeneca, dat er goed onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest van het optreden van deze bijwerkingen. Ik ben tenminste blij en ik hoor het vanmorgen nog dat er tot nu toe geen vervelende bijwerkingen zijn gerapporteerd in Suriname. En Nederland zegt het ook in Nederland niet, maar uit voorzorg. Wij varen op de aanbevelingen van de WHO, de CARPA en andere gezaghebbende instituten. Dus wij gaan voorlopig door, directeur of niet bang te zijn, BOG, uw vaccinatiecampagne kan gewoon veilig van start gaan. Naomi Chan Emmanuel, voorzitter van het Nationaal COVID-19 vaccinatieteam, zegt dat het nieuws van de bijwerkingen niet ervoor heeft gezorgd dat mensen niet meer komen vaccineren. Sinds het nieuws van de bijwerkingen hebben slechts 2 personen afgemeld. Verder gaan de mensen volgens haar massaal naar de vaccinatielocaties. Dus belangrijk is eigenlijk om te weten dus dat er nog geen harde bewijzen zijn dat het AstraZeneca-vaccin heeft gezorgd voor die tromboembolische processen die zijn opgetreden bij de mensen. Dus gewoon om positief naar de samenleving toe te gaan dat we geloven in het vaccin. En zolang er geen harde bewijzen zijn, dat we gewoon doorgaan met vaccineren. Dat was Naomi Chan Emmanuel, voorzitter van het Nationaal COVID-19 vaccinatieteam. Afgelopen zaterdag is er een record aan mensen, zo'n 1690 personen, gevaccineerd op het KKF-terrein.